Het oorspronkelijke gebouw van het museum De Lakenhal, waarin te zien de Leidse 17e eeuwse meesters en de Leidse historie. De uitbreiding van het museum in 1920, waarin werken getoond van verschillende kunststromingen door Leidse schilders. De eigentijdse uitbreiding van het museumcomplex in 2019, met daarin onder meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. De ornamenten verwijzen naar zijn eerste bestemming. Een keurhal in de vervlogen tijd. Het is begin van de 17e eeuw. Rond de Pieterskerk bruist het van de energie. Leiden is het centrum van de textielnijverheid in Europa. Ook de universiteit had een internationale reputatie. Voorheen, in de periode na het ontzet van Leiden, hadden een aantal provinciën de onafhankelijkheid afgekondigd en de Spaanse vorst afgezworen. Na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden ging de opstand van de zuidelijke Nederlanden verloren. Kort daarop werd de Republiek der Zeven Provinciën gesticht. Voorheen om religieuze, maar later ook om economische redenen, trokken veel textielwerkers, waaronder veel Franstaligen, naar Leiden. De migranten brachten hun kennis en kapitaal mee en in de hoogtijdagen groeide de bevolking in Leiden tot 60.000 inwoners. In deze bloeiperiode kreeg de architect Arend van Schavenzande de opdracht voor de bouw van een keurhal voor Lakense stof. In Leiden bevonden zich al meerdere hallen. De eerste was de saaihal, primair voor saai. Een lichte, eenvoudige stof, maar voorheen werden ook andere stoffen gekeurd. De vervaardiging van saai werd in beeld gebracht door Claeszoon van Zwanenburg en in de saaihal opgehangen. Het weven en spinnen gebeurde vooral thuis, bijvoorbeeld in dit soort wevershuisjes. Kinderarbeid werd getolereerd en ondanks de bloeiperiode moesten gezinnen lange dagen maken om te kunnen overleven. Rond 1640 werd de vernieuwde productie van lakens en stof weer heel belangrijk gevonden. Daarom besloot de stad daarvoor een hal in te richten. Het stadsbestuur spaarde kosten nog moeite om de nieuwe Lakenhal tot een stadspaleis te maken in een Hollands klassicistische stijl. In de westvleugel van de nieuwe Lakenhal bevindt zich de staalmeesterskamer. Elke dag om 11 uur keurde zij op de binnenplaats de lakens op kleur. In de oostvleugel bevond zich de kamer van de werkmeesters. In de zaal boven de ingang werden de lakens door de werkmeesters gekeurd op weeffouten en aan goedkeuring voorzien van een loodje. Een merkteken geslagen in lood. De hiervoor bestemde stempels werden bewaard in de stempelkamer op de achterplaats. De gouverneurs, het bestuur van de Lakenhal, regelden ook de arbeidsvoorwaarden voor onder meer de wevers en de spinners. Het omslachtige vervilte of volle werd vervangen door volmolens. De molen boven de ingang verwijst hiernaar.
de 17e eeuw, was de eeuw van de bloei op gebied van handel, wetenschap, kunst en de militaire macht. Langdurige oorlogen in de 18e eeuw verarmden het land. De Republiek verloor haar internationale leidende functie op alle gebieden. Het was de eeuw van de economische malaise met een neergaand beursklimaat. Door buitenlandse concurrentie verloor Leiden zijn toonaangevende positie in de lakenindustrie. Het werk verschuift naar de lage loongebieden in vooral Brabant. Daardoor neemt de werkloosheid toe. Leiden blijft wel een handelscentrum, maar onder de arbeidersbevolking neemt de armoede toe. Het begin van de 19e eeuw wordt de lakenhal daarom steeds meer voor andere doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld als noodhospitaal tijdens de cholera-epidemie. De oude grandeur verdwijnt. In de loop van de 19e eeuw begon in Nederland de industriële revolutie. Boeren en ambachtslieden gingen de fabriek in. Onder de elite was het ook de eeuw van het culturele nationalisme, belangstelling voor het roemrijke verleden dat tot uiting kwam door gebouwen, standbeelden en de vaderlandse muziek. Een nieuwe schoolwet werd in werking gesteld. Er waren ingrijpende veranderingen in de wetenschap en de eerste musea. Tijdens de Bataafse revolutie rond 1800 waren de gilden en de andere eeuwenoude instellingen opgeheven. De industriële revolutie deed de rest. Gebouwen als de Waag, de Doelen en hallen verloren hun functie. De hierin tentoongestelde schilderijen en diverse historische objecten werden verspreid over particulieren en over de vele vertrekken in het stadhuis. Deze konden dan op speciaal verzoek worden bekeken. De gegoede burgerij voelde zich geroepen om het vaderlandse verleden te herdenken en bekend te maken onder de bevolking. De overheidsgebouwen zaten vol en rond 1870 werd er opslag- en tentoonstellingsruimte gezocht in de Pieterskerk en bij particulieren op het Rapenburg. De lakenhal was verwaarloosd, maar geschikt als opslagplaats en museum. Besloten werd de lakenhal te renoveren en er werd een koepelvormige trapopgang gebouwd. Met daarin de Sint-Joristrap en 12 gebrandschilderde gravenramen. De bovenverdieping werd geheel gewijd aan het Leids ontzet, een keerpunt in de Leidse geschiedenis. Het Lankaarttapijt verwijst naar het beleg van Leiden in 1574. Verschillende schilderijen vertellen hoe burgemeester Van der Werf de onvrede onder de door honger en ziekte geteisterde bevolking zou hebben bezworen door zijn eigen lichaam aan te bieden.
Na het ontzet werd haring en brood uitgedeeld door de geuzen. In deze zaal werd ook het drielijk, het laatste oordeel van Lucas van Leiden geplaatst. Dit renaissance werk is gemaakt in 1523 en destijds geplaatst in de Pieterskerk. Door de week was de toegang 10 cent en kwamen er gemiddeld 15 bezoekers per dag. Op zondagen was de toegang vrij en trok het gemiddeld 300 bezoekers. In 1890 werd de LACO uitgebreid met 4 nieuwe zalen, waarvan 1 genoemd naar de schenker Daniël Harteveld. Op de eerste tentoonstelling werden werken getoond van Breitner, Van der Valk, de Haagse en de Leidse school. De Leidse school, met onder meer Floris Verster en Menzo Kamerling Onnes, werd opgericht einde 19e eeuw als uitloper van de Haagse school. Deze kunstschilders werden beïnvloed door het uit Frankrijk afkomstige impressionisme, die zich afzette tegen de romantische academische traditie. De Salon des Artistes Français had internationaal veel macht en had weinig op met de avant-garde. De kunst van het impressionisme en de Leidse school werden getoond, maar pas veel later na de eeuwwisseling aangekocht. Men richtte zich meer op de Leidse meesters en een geschonken werk van de Leidse schilder Jan Steen was zeer welkom. In 1904 werd het werk van Jan van Grooijen, Gezicht op Leiden uit 1650, aangekocht voor 7000 gulden met steun van de Rembrandtvereniging die in 1883 is ontstaan uit Arte e Amicitia. De jaren na de Eerste Wereldoorlog waren tijden van hoop, verwachting en vernieuwing, tot de grote crisis na 1929 alles zou veranderen. Het waren de Roaring Twenties en ook de kunstwereld was flink in beweging, met allerlei nieuwe stromingen. De toenmalige directeur van de Lakenhal, Van Overvoorde, zocht financiële middelen voor uitbreiding. Hij richtte de club Belangstellenden van de Lakenhal op en vroeg een jaarlijkse contributie. Van groot belang was de enorme schenking van de gebroeders Papen. Daarmee kon een nieuwe vleugel worden gebouwd, waardoor het museumoppervlak bijna werd verdubbeld. Het gebouw is opgebouwd met bakstenen in klassicistische stijl onder leiding van architect Lensveld. Dit gebouw is gekenmerkt door een statig trappenhuis in Art Deco-stijl, marmeren vloer en gebrandschilderd glas. De Papenvleugel is door 3 bestaande zalen verbonden met de Harteveldzaal. Deze zalen, voorzien van een zeer vrij glazen plafond, zijn ingericht voor de Leidse 17e-eeuwse meesters. De Rembrandtzaal, waar de eerste Rembrandt pas in 1948 in bruikleen werd verkregen. De Marskramer, die brillen verkoopt, werd aangekocht in 2012. Het schilderij De Rustende Reizigers
een betovering van licht en donker. Jan Lievens en Rembrandt waren in de Leidse tijd vrienden en rivalen en beïnvloedden elkaar wederzijds. Het zelfportret van Gerard Douw, leerling van Rembrandt, die zich ontwikkelde tot fijnschilder, een uiterst verfijnde techniek, vaak op klein formaat, zoals hier de astronoom. In een naastgelegen Jan Steenzaal werken van deze Leidse kunstschilder, met zijn humorvolle en ironische kijk op het leven. Eens leerling van Jan van Gooyen. Jan Steen werkte, net als zijn tijdgenoten, veel met symboliek. Het stoeiende paardje, een kooi en een geopend deurtje. Symbool voor het verlies van de maagdelijkheid. Op de begane grond bevindt zich onder meer de Leidse Stijlkamer. Een interieur met een 18e eeuws zaalbetimmering. De Arnhemse Stijlkamer is een 18e eeuws barok interieur van een Arnhems huis uit de Bakkerstraat. Op de eerste verdieping bevindt zich de Versterzaal, deels gewijd aan het latere werk van Floris Verster. Een schilderij van zijn vrouw Jenny, geschilderd door haar broer Menzo Kamerling Onnes. De Doesburgzaal, genoemd naar Theo van Doesburg, die woonde en werkte in Leiden en de oprichter was van de kunstbeweging De Stijl in 1917. Die streeft naar een radicale hervorming van architectonische kunst, aangepast aan de technische, wetenschappelijke en sociale veranderingen in de wereld. Naast architect en schrijver was Theo van Doesburg ook kunstschilder. Zijn werk Contracompositie 7 werd in 1972 aangekocht met steun van het mecenaat Lucas van Leiden. Ook in deze stijl zijn er werken van Harm, de zoon van Menzo Kamerling Onnes. De vleugel is van Nelly, de vrouw van Theo, die na schilderes ook pianiste was. Naast de behoefte aan aanvullende ruimte moest het gebouw worden opgewaardeerd om te voldoen aan de huidige bruikleeneisen. In 2016 is begonnen met een grote renovatie van het bestaande deel onder leiding van de befaamde Londense Julian Harrop architecten. De achterplaats is omgebouwd tot een overzichtelijk centrale plaats met een directe toegang naar alle museumonderdelen met een moderne glazen overkapping. Gelijktijdig is de uitbreiding aan de Lammermarkt gerealiseerd. De naam van het gebouw is ontleend aan de in 2018 overleden Carla van Stijn. Het ontwerp is van het architectenbureau Happel Cornelissen Verhoeven. In baksteenarchitectuur en architectonisch beton. Het metselwerk van vertande stenen stellen een weefpatroon voor, refererend naar de vroegere lakenindustrie. In de nieuwe vleugel bevindt zich de opslagruimte, kantoorruimte en expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.
Het museum is een autonome instelling met een eigen bestuur en enthousiaste conservators. De gemeente Leiden verleent een jaarlijkse subsidie en het is haar taak om historische objecten en kunst te behouden. Ook belangrijk is het burgerinitiatief, waaronder het mecenaat Lucas van Leiden, particulieren en vertegenwoordigers van bedrijven, opgericht vanuit de Belangenvereniging en in 2011 officieel gelanceerd. Maar het gaat om de bezoeker, die dwaalt door het labyrint van de Laakal, langs de rijke Leidse historie, een bijzondere museale beleving.